De bekende Tikken op de Pauken openen zometeen het vioolconcert. Dan horen we het grootste eerste deel, Allegro Manon Troppo. Gevolgd door een prachtig tweede deel, Larghetto. En een wervelende finale, het Rondo Allegro. Ja, als u niet naar de webcast kijkt en u luistert alleen naar Radio 4, dan begrijpt u uit dit applaus dat Lisa Verstman en Antonello Manacorda het podium betreden. Veel plezier met het vioolconcert van Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
dikke kus van dirigent Antonello Manacorda voor violiste Lisa Versman. En andersom. Na deze uitvoering van het vioolconcept van Ludwig van Beethoven. Lisa Versman werd begeleid door de Kammerakademie Potsdam. Onder leiding dus van de genoemde Antonello Manacorda. Tijdens dit concert in een bomvolle grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam tijdens dit zondagochtendconcert. Lisa Versman en Antonello Manacorda, die samen weer even de hoge trap bestegen en nu weer op het podium zijn beland. Ja, misschien leuk om tijdens dit applaus nog een zinnetje te citeren van een van de recensenten na de première van het werk, begin van de 19e eeuw. Er zit veel schoonheid in dit stuk, maar de samenhang wordt voortdurend verbroken en de oneindige herhaling van sommige gewone passages kan makkelijk vermoeiend worden. Men moet bang zijn als Beethoven op deze weg voortwandelt en het publiek zich er slecht bij gaat voelen. Al dus een anonieme recensent. Nou, het publiek voelt zich op dit moment allerminst slecht. Applaudisseert gul voor deze uitvoering. Ja, en zolang het publiek blijft applaudisseren, gaan Lisa Versman en Antonello Manacorda de trap gewoon op en weer af. Intussen vertel ik u dat dit dus het zondagochtendconcert was van vandaag, 23 april. Technisch gedaan door Taco van der Werf met steun van Arjan van Asselt. En het zondagochtendconcert is een samenwerking van Avro Tros en Koninklijk Concertgebouw en wordt mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Menzis. Violisten blij, dirigent blij, orkest blij, publiek blij, iedereen blij.